Goedemiddag, daar ben ik weer, ZeldaPlay20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Pokémon Crystal. De laatste aflevering. In de vorige aflevering hebben we de laatste twee legendaries gevangen. Wat een pain in the ass was, ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. En Ultra Balls, die werken bij mij voor geen meter op een of andere vage manier. Maar deze aflevering, niks meer vangen, niks meer getreiter met iemand achtervolgen. In deze aflevering gaan we naar onze final uitdaging. Dus ga ik heel eventjes door mijn inventory eventjes kijken. Want we hebben hier twee HP-ups. Die kan ik wel gebruiken aan Bolt, aangezien dat hij juist het minste HP heeft. Dus die geven eventjes extra HP. Vergeet niet, het is misschien maar 2 HP, maar het zit hem in die 2 HP. Goed, dan hebben we dus nog even kijken. We hebben nog een Dire Hit, maar dat is in battle. Dat gebruiken we bijna nooit. Speed of One Pokémon. Ja, niet dat we daar echt veel aan gaan hebben, maar die geef ik dan maar aan Kinkyite. Die is nogal traag. En dan hebben we nog 2 rare candies die we kunnen gebruiken. Nou hebben we dus Midna en Snibbit. Die dus behoorlijk weinig... Midna die is behoorlijk underleveled. Maar Snibbit... Die vind ik eigenlijk best wel belangrijk dat hij ook op level 50 komt. En Midna, ja... Midna die komt heus wel... Die heeft een hele goede verdediging. Dus die heeft niet zoveel levels gelukkig nodig. Oké, nou nadat we dat uit de weg hebben gehad, hebben we nog een paar PP-ups. Zijn er nog een paar aanvallen? Nou ja, Bolt die mag wel een beetje meer een Thunder hebben. Laten we zeggen 2 keer. Zo. En Kinkyite mag nog wel wat extra in Surf. Dat was eigenlijk niet mijn bedoeling. Dat is verpest, maar dat maakt niet uit. Ik wou eigenlijk Earthquake doen, maar dat maakt niet uit. En de laatste die gaat naar... Ook Kinkyite. Ook met Earthquake. Earthquake is gewoon overpowered en die wil gewoon met meer PP hebben. Goed, dan gaan we nog heel eventjes langs onze TM's. En nou wil ik eindelijk dus Toxic gaan leren. Aan onze Crobat. Aan onze Zeritant. Dus, Zeritant is trying to learn Toxic. But Zeritant can learn more than 4 moves. Delete an older move to remove weak move. Oké, nou, Swift mag van mij weg. Swift hebben we niet meer nodig. Irritant leren Toxic. Dat is heel erg mooi. Goed. Nou is er één ding wat best wel jammer is, maar toch nodig is om dus zeg maar naar de laatste challenge toe te gaan. En dat is Flash. Het nadeel is, we moeten dus één move opofferen om Flash te leren. Nou kunnen we dat dan Midna gaan leren, alleen ik heb Midna ook Cut geleerd. Kinkyite wil ik geen aanval van verpesten. Bolt daarentegen, dat is onze stroomaanvaller. Bolt... Die heeft nog steeds Dizzy Punch. Dizzy Punch is bijna niet gebruikt en die gaat ook niet gebruikt worden in de opkomende battle. Dus ik heb besloten om Dizzy Punch eruit te halen en daar dan maar Flash in het laatste neer te gooien. Ik weet, je zou je HM Slave mee kunnen nemen. Maar dat laat je dan wel achter, zeg maar, tot je nog maar... tot je 1 Pokémon minder hebt in deze battle. En geloof me, deze battle is hard. Dachten jullie dat het Blue erg was? Absoluut niet. Deze battle waar we nu in gaan, die is hard. Goed. Dus, zonder enig oponthoud, zetten wij Kinkyite even vooraan. En dan gaan wij dus naar Mount Silver. Zoals jullie al zien, in de zijdballetjes geen nieuwe Pokémon hier te vinden. Hier kom je via, Victory Road. Dan kun je dus zeg maar dan naar links toe gaan. En zo kom je dan zeg maar hier uit. Nou, even kijken, waar zijn mijn Super Repels? Hoppakee. Oh, hij is nog steeds actief van de vorige. Dat is helemaal mooi. Goed, hier kun je dus Pokémon tegenkomen tussen de level 40 en level 45. En zoals je dus zeg maar ziet, is het hier hartstikke donker. Dus daarvoor hebben wij Bolt met Flash! Oh, lighting the cave as the universe! Oké, dat sloeg helemaal nergens op. Nou, kunnen we hier een gratis item mee krijgen. We krijgen hier een protein! Don't mind if I do. Eens even kijken. Protein. Dat deed het ook alweer. Protein. Raises attack of one Pokémon. Snibbit. Die is voor jou. Jij bent onze fysieke aanvaller. Kan ik even de leftovers nog aan iemand geven? Ja, Bolt. Waarom ook niet? Bolt heeft toch niks vast, dus laten we hem nog maar gewoon de leftovers geven. Niet dat het veel nut zal gaan hebben, maar waarom ook niet? Oké, dan moeten we hier omhoog. Je kunt heel deze cave wel gaan exploren. Maar... Oké, nou is het repel wel uitgewerkt. Maar ja, dat zijn maar een paar items. En ja... Niet echt veel waarvan je zegt van, goh ja, die heb ik echt nodig hoor. Nou, even de Super Repel, hoppakee. Dus ja, dit is eigenlijk de laatste cave. Kun je dus de sterkste Pokémon tegenkomen, zoals ik al zei, rond de level
40, 50 dat je hier dus tegen kan komen. Dus op zich een hele goede plek om te trainen. Maar voor de rest heb ik weinig eigenlijk hierover te vertellen. Dus we lopen gewoon deze route. Ja, ik kan wel heel eventjes een rondje maken. Even kijken wat dit is. Waarom niet? Een Max Elixir. Handig, mocht je dus geen PP meer hebben. Terwijl dat we net al onze PPP-ups hebben gebruikt. Oké, dan moeten we dus hierheen. En in deze route hier, daar zul je dus geen flash meer nodig hebben. Nou, dan kun je dus zeg maar wel links de cave nog verder gaan onderzoeken. Ultrabal, whoop-de-doo. Maar dat is alleen maar voor items. En hier zeg maar zul je nooit flash nodig hebben, aangezien dat flash hier ook niet nodig is. Nou, dan kun je hier dus zeg maar de cave, kun je daar dus naar beneden gaan om te surfen. En dan kun je dus daar naar boven toe om nog een paar items te vinden. Wij willen gewoon hier omhoog en dan komen we hier aan bij de Long Road. Bij deze trainer, die er exact hetzelfde uitziet als ik, alleen ik heb er een betere rugzak. En ik heb langer haar. Maar goed, wat je dus wil doen, zeker bij deze battle, zeker 7. Hier moet je 7. Dit is een gevaarlijke trainer. Deze laat echt niet met zich dollen. Door die knip die jullie daar hoorden, weten jullie dat dit take 2 is. Dit is Red. En zoals ik al zei, 7 van tevoren. Dit is take 2. Goed, kom erop, Red. Oh, ik ben te snel, maar niet. Goed, dit is Red. Hij begint met de level 81 Pikachu met aanvallen, Charm, Quick Attack, Thunderbolt en Thunder. Geen prettige Pikachu, geloof mij maar. Deze Pikachu is gevaarlijk. Zeker in de remake met de aanvallen die hij daar heeft. Daar heeft hij namelijk een Lightning Ball wat Thunderbolt kan verdubbelen. Maar dat is hier niet het geval. Eén sterke Earthquake zal genoeg zijn. Hij doet Charm. Dat zorgt voor een lagere attack. Maar ja, Earthquake is een special attack, dus dat zal geen effect hebben. En hopelijk raak ik hem in één klap. Oké. Nee dus. Dus dat is wel met een magneet. Oké. Full Restore. Oh, we zitten pas net in het gevecht, man. Nou, we beginnen met Full Restore. Ik kan nog niet eens praten. Oké, nou, mijn way niet klaar. Hè. Gewoon nog een Earthquake en dan gaat je Full Restore. En dan doe ik gewoon nog een Earthquake en dan doe ik een Quick Attack. En dat maakt mij helemaal niks uit, want de Quick Attack die doet mij toch bijna niks. En dan zeg ik nog een Earthquake en dan is je Full Restore helemaal verbaasd. Ja, ik ben blij dat Thunderbolt geen effect heeft op Kinkyite. Dus oké, nou Kinkyite krijgt zijn experience. En we gaan door naar de volgende Pokémon die hij in gaat zetten. Dat wordt een Venusaur. Natuurlijk, aangezien dat de enige zwakte is die Kinkyite op het moment heeft. Venusaur, level 77 met aanvallen Sunny Day, Giga Drain, Sign Thesis en Solar Beam. Helemaal gefocust dus op Sunny Day. Ik hoop eigenlijk dat hij Sunny Day kan pijn gaan doen. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij Sunny Day zou gaan doen, omdat ja, mijn vuuraanvallen zullen dan ook sterker zijn. Dat zal hij wel door hebben gehad. Dus dat is eigenlijk normaal gesproken zijn strategie, maar waarschijnlijk denkt hij dus net zoals ik en doet hij dat dus niet. Burn status. Weet je wat, dis resistant, dus ik ga het erop gooien. Ik gok het erop. Oké, dat valt nog wel mee. Dat valt mee te leven. Oké, Flame Wheel. Nou, ik had eigenlijk gedacht dat misschien critical zou zijn. Het gaat nog een Solar Beam doen! Oh boy, oh boy, oh boy. Oké. Hopelijk doet dit het. Gelukkig. Oké, Fire Flame krijgt nog extreem veel experience voor, dus daar zijn we gelukkig heel erg blij om. En dan komt hij aan met een Espeon. Nou, wij hebben gelukkig minder. Espeon is op level 73 met aanvallen Mud Slap, Reflex, Swift en Psyche's. Dus wij moeten uitkijken voor Swift en Mud Slap. Oké, nou ik heb hier wel een strategie voor. Aangezien dat wij Midna Shadow Ball hebben geleerd, hoop ik dat Shadow Ball zijn special defense gaat lowen. En we zijn op... Oh nee, dat is Quick Cloud natuurlijk. Ik wil wel zeggen, want Espeon is 2 malen snel. Oké. Jij doet Swift. Hoeveel doet dat? Nooit echt leuk als de tegenstander aanvalt. Zeker niet met zoveel levels hoger dan dat jij bent. Oké, nou, ik wil die special defense omlaag. Oké. Special defense
Ik moet zeggen dat ik wel blij ben met de defense van Midna. Dat is echt heel fijn. Oké, nou. We krijgen geen special defense omlaag, maar blijkbaar kunnen we hem helemaal naar beneden krijgen met Shadow Ball. Wil je mij niet klaar? Goed. Dat was de Espeon. Nogmaals, Espeon is niet de gevaarlijkste Pokémon. Dan moet ik zeggen dat Espeon behoorlijk gevaarlijk kan zijn. Oké, nou. Midna die krijgt zijn leveltje, haar leveltje. Snorlax, dat is de Pokémon waar we dus bang voor zijn. Ik heb daar ook een strategie voor. Ik heb daar Zeritand voor, want Snorlax komt op level... Ja, jullie zien het al in beeld. 75... Nee, jullie... Haha, 75, ik was eerder. Met de aanval Amnesia, Snor, Rest en Body Slam. Deze tank gaat dus ontiegelijk vaak Body Slam gebruiken. En... Dat doet behoorlijk veel pijn. Nou is het nadeel, ik gebruik Toxic op hem, waardoor dat ja, Poison Damage dus steeds sterker gaat worden. En waar ik nou op zit te hopen is... Ik ga heel erg vaak Fly doen, waardoor dat die Poison Damage dus steeds en steeds sterker gaat worden. En... Nou maar hopen dat hij geen Rest gaat doen. Dat zou heel erg fijn zijn, want die Poison die wordt steeds en steeds sterker totdat hij Rest doet. Want dan cancelt dat de Poison en dat zou nogal jammer zijn. Goed, dus... Body Slam, jammer. Dat hij raakt. Dat doet pijn. 6, 5, 4, 3... Oké, gelukkig. Nee, geen Paralyze! Jij wordt geraakt door Poison. Jij gebruikt Full Restore? Dat ken ik ook. Ik ken ook Full Restore gebruiken. Die heb ik ook in mijn inventory. Dus wat ik ga doen, is ik ga heel sneaky een Full Restore gebruiken. Zo. Oké. Ik doe nog een keer Body Slam. Daar was ik wel bang voor. Hopelijk word ik niet weer geparalyzed. Ik ben sneller. Oké, jij wordt weer geraakt door een sterke poison aanval. En als ik me niet vergis... Ja? Ik ga dood door de poison en ik sta nog in fly modus. Oh, dit is nice. Oké, dan komt hij aan met Blastoise. Blastoise, level 77. Met aanvallen Raindance, Surf, Blizzard en Whirlpool. Ik denk dat ik heel eventjes nog Zeritand gebruik. Want deze die is gemeen. Deze heeft me de vorige keer de ondergang gekost. Dat was heel erg vervelend. Goed, jij doet Blizzard. Daar was ik al bang voor. Ondanks dat ik een Bolt heb, ofwel een stroomtype, een Bolt heb... Is dit beest gevaarlijk? Zijn surf is gevaarlijk. Daar wil je echt niet mee dollen. Dus wat ik van plan ben is, ik wil er een Thunderwave op gooien. En nou doet hij surf. Bolt moet dit kunnen overleven. Yes. Geen critical. Oké, goed zo. Thunderwave en hij is paralyzed. Mooi. Dat moet ik hebben. Hier ben ik blij om. Wij hebben leftovers. Wij zijn sneller, Thunder. Yes! En... Oké, overleven. Paralyzed. Ah, damn it. Maar dat maakt niet uit. Hij is verlamd. Dus wij zijn sneller. Dat is het voordeel. En wij hebben nog Pokémon. Dus dan ga ik over naar mijn andere strategie. En dat is Snivet inzetten. Is dat wel trouwens? Ja. Snivet heeft namelijk... De Flincher. Headbutt heeft kans op flintje. Net zoals Bite. En Headbutt die doet behoorlijk veel schade. Dus nou hoop ik op een flinch. Yes! Nog een keer. En Blastoise is verslagen. Nog één Pokémon te raken. Snivet krijgt extreem veel experience. Daarom ben ik zo blij dat ik die Greg Andy's ook heb gebruikt. Laatste Pokémon is een Charizard. Level 77 met aanvallen, flamethrower, wing attack, slash en fire spin. En ik denk dat ik eerst even Snivet nog ga gebruiken om hopelijk een Paralyze te kunnen krijgen. Klinkt misschien als een dom idee, maar geloof mij maar, dat zullen we heel blij mee zijn als dat gebeurt. Oh, die flamethrower die doet pijn. Volgens mij maakt niet uit wat voor Pokémon dat je neerzet, hij zal altijd volgens mij flamethrower blijven gebruiken. Oké, overleef het, la, nee. Oké, kinkje uit. Show us your kinkiness. Nou was ik eigenlijk wel bij geweest als ik Raindance had gehad.
Maakt niet uit. Ik ken voor ijspunch gaan. Om te proberen te... Nee, ik ga gewoon surfen. Oké, Firespin, dat doet hij zo erg veel, maar dat geeft mij elke beurt even schade. Dat is vervelend. Goed, dan gaan we dus naar die surf. Same type attack bonus. Mystic Water. Don't let me down. Oké, dat heeft behoorlijk flinke schade gedaan. Oké, we doen... Ik krijg pijn. En... Dan gaat hij weer flamethrower. Nou, we zijn water, dus we hebben, zeg maar... defense daarover, dus... Oké, goed zo. Wij surfen nog een keer. Critical! Yes! 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 Oh, je gezicht red! Anders had ik een probleem. Red is defeated. Wij krijgen 15.400 voor winnen. Yeah! Meh. 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 Credits! Zoals ik jullie had beloofd, de credits! Wat een let's play, wat een let's play, wat een let's play. Echt editen. Uren zeg ik jullie. En waarom? Ik wou een uitdaging. Ik wou een uitdaging wat betreft editen en ik wou mijn edit skills wou ik dus improven. Ik weet, dit is niet een van mijn beste let's plays. Maar qua editing vind ik dat het behoorlijk, persoonlijk vind ik het behoorlijk goed. Uitgepakt met de zijdballetjes en noem maar op. Wel veel vertragingen daardoor gehad. Dat was wel jammer, maar ja, ik heb grotendeels aan alles zelf moeten werken. Gelukkig is Alex nog langsgekomen, die ook een paar routes heeft gemaakt en een paar bosballetjes. Later heb ik ze weer eventjes zelf moeten maken, want ja, de jongen die had het ook weer heel erg druk met zijn animatie natuurlijk. En hij heeft weer nieuwe animatie voor Minecraft gemaakt dus. Maar ik moet zeggen, ik ben zo blij dat deze Let's Play klaar is. Ik moet zeggen, ik vond hem hartstikke leuk om te doen, maar... Oh, dit... Oh. Nou, we zijn er klaar mee. Ik ben er blij om. Dus jullie willen graag de hint horen voor de volgende Let's Play, neem ik aan. Nou, de hint is eigenlijk al 3 keer gegeven. Op het moment dat wij de Kanto-regio in zijn gegaan, is de hint al geweest. Alleen, nou wil ik iets leuks doen met dit. De eerste die er dus achter is gekomen, wat de volgende Let's Play is, en dat in de reacties neerzet, daar heb ik een giveaway voor bedacht. Nou, niet gelijk denken van, oh, hij gaat iets weggeven, want ja, ik ga wel iets weggeven, maar niet dat jullie te hoop te veel. Wat ik van plan ben is, voor deze giveaway moet je minimaal Pokémon X of Y hebben. En degene die als eerste reageert met het goede antwoord, wil ik een van de teammembers, van de partymembers die wij nou hebben gehad dus, die mag hij uitkiezen. En die kan hij dan ruilen, zodat hij een van de teammembers van Crystal heeft. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dit was de end van Pokémon Crystal. Maar ik ben nog niet klaar, want ik ben nog niet klaar met de giveaway. Dus ja, dan het enigste, dat is dan mijn friendcode en alles. Dus het enigste nadeel is, het zal... De eerste... stage zijn van de evolutie. Dus hij zal op level 1 zijn. Dus voor voorbeeld kies je voor een Bolt, dan krijg je Pichu. Kies je Midna, krijg je een Eevee. Dus hou daar rekening mee. Ik zie Iglybuff dansen op een slaapwekkende deuntje. Nee, want dat die Iglybuff zijn die zingen zijn. Dus ik wil jullie voor het kijken naar deze Let's Play. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een reactie achter wat je leukste moment van deze Let's Play was. En ik hoop jullie te zien. Samen op mijn Minecraft. En we gaan bij de volgende Let's Play. Dit was Zelda Play 20. Ja. En tot dan jongens. Doei.